Het is donderdag 4 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Nog veel onduidelijkheid na verkiezingsuitslag Rotterdam. Tram splijt politiek Ridderkerk in tweeën. En een overzicht van de opmerkelijkste uitslagen in de regio. En het weer. Morgen wordt het duidelijk minder dan vandaag. Vrijdag is het heel ander weer dan vandaag. Het is bewolkt. Vooral in de middag en avond ook. Regen, temperaturen komen uit op 5 graden. Het zal waterkoud aanvoelen. Het zal u niet verbazen dat deze Rijnmond Nieuws volledig in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen, de uitslagen en de gevolgen. Op het Rotterdamse stadhuis zijn vandaag de eerste verkennende gesprekken begonnen over de collegevorming. Burgemeester Abu Taleb sprak met alle lijsttrekkers. Centraal stond de vraag, wat nu? Want met Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Arbeid als overwinnaars, beide partijen met 14 zetels, wordt het er allemaal niet eenvoudiger op. Marco Pastors heeft aan de burgemeester laten weten dat er hulp van buiten moet komen om de coalitiebesprekingen te gaan leiden. Wij willen heel graag regeren. Wij sluiten geen enkele partij uit, ook de Partij van de Arbeid niet. Dat er nu toch een onafhankelijke informateur eens even rustig met alle partijen gaat praten en een advies geeft over... welke partijen in eerste instantie met elkaar door zouden moeten praten. Maar de Partij van de Arbeid, die andere grootste, is zover nog lang niet. We eerst morgen even de definitieve uitslag afwachten. Ik denk dat dat in ieder geval belangrijk is. Het geeft ook rust en helderheid. En twee, we hebben in Rotterdam een goede traditie dat de partij die de meeste stemmen krijgt, dat die toch het voortouw neemt in de gesprekken. Of dat moet onder leiding van een onafhankelijk iemand, of dat de partijen het onderling kunnen, dat is echt een vervolgstap. Dus ik vind het te vroeg om daar nu al een uitspraak over te doen. Een van de breekpunten voor de Partij van de Arbeid is de motie van wantrouwen die Leefbaar indiende tegen burgemeester Abu Taleb naar aanleiding van de strandrellen in de Hoek van Holland. De vraag is of Leefbaar met een schone lei wil beginnen. Dan ga ik even balken en daarna doen dat er geen enkel onderwerp onbespreekbaar is. Dus... Maar volgens Schreijer liggen de partijen ook programmatisch zo ver uit elkaar dat samenwerking sowieso onmogelijk is. Maar de politieke deur naar Leefbaar is en blijft dicht, ook na de verkiezingen. Ja, belofte is belofte. Maar volgens politicoloog Rinus van Schendelen is er met deze uitslag maar één mogelijkheid die ook recht doet aan de uitslag. Wat ik hoor in de stad van maatschappelijke organisaties, links en rechts hoor, zorg, onderwijs, bedrijven, dat is, laten we in godsnaam na die periode Leefbaar plus een paar kleintjes en PvdA plus een paar kleintjes, nu is die twee grote samen aan het werk zetten. Want als je gewoon kijkt inhoudelijk, dan is de overlap van wat ze willen zo gigantisch groot. En waar hangt het dan op? Alleen op een paar poppetjes en een paar haartjes die verkeerd zitten. Van Schendelen was formateur in 2002 na de overwinning van Pim Fortuyn in Rotterdam. En als de stad er echt om vraagt, is hij bereid opnieuw een poging te wagen. En aangeschoven is inmiddels politiek verslaggever Ron van der Ree. Ron, welke kant gaat het denk je op bij de collegeonderhandelingen? Nou, het wordt moeilijk. Het zullen lange besprekingen worden, vermoed ik, linksom of rechtsom. Maar dat is eigenlijk al niks over te zeggen. Eerst maar eens morgen afwachten. Hè. De definitieve uitslag, wie het voortouw gaat nemen. En nou ja, ik voorzie toch wel dat er iemand van buitenaf komt die eens rustig naar deze problematiek kijkt. Er wordt met spanning gewacht op de uitslag. Dan is er nog de kwestie van die onregelmatigheden die door Leefbaar Rotterdam zijn geconstateerd op verschillende stembureaus gisteren. Je hebt het gedoe met meerdere mensen in een stemhokje, verkiezingsposters die in stembureaus hingen en de machtigingen die ingevuld zouden zijn door medewerkers van stembureaus, wat ook niet mag. Hoe staat het daarmee? Ja, er beginnen steeds meer zaken binnen te druppelen. Er zouden stembureaus zijn waar mensen vriendelijk, toch dringend door hebben gekregen op een bepaalde partij te stemmen en zelfs op bepaalde kandidaten. En er zijn ook nog kaartjes voor uitgedeeld. Er zijn zelfs mensen vertrokken die de situatie toch niet helemaal veilig vonden daar, die zich bedreigd voelden, geïntimideerd. Dus er is wel wat aan de hand. Nou, dat onderzoek dat loopt. En ook morgen komt de gemeente Rotterdam met de resultaten van dat onderzoek. Een gemeente die inmiddels erkend heeft dat het allemaal niet goed loopt. Ja, Leefbaar Rotterdam wil uiteraard nu al maatregelen horen. Vandaag nog een keer, kijk maar.
Voorlopig hebben wij twee eisen. Dat is hertelling van de stemmen, wegens het kleine verschil. En de twee bureaus waar dus de kiescommissie heeft ingegrepen, waar dus ook door hun is vastgesteld dat er dus misstanden zijn geweest, dat die twee stembureaus ongeldig worden verklaard. Want er is tot ver in de dag is daar toegestaan dat er dubbel bemand in hokjes is gestaan. En dat is ook gewoon tegen de wet, tegen de regels. Dus dat kunnen we niet accepteren, dat die twee bureaus meetellen. En ook politicoloog Van Schendelen heeft er een mening over, hè? Ja, politicoloog Van Schendelen die zegt dat dit een hele ernstige zaak is. Je hoort het wel eens uit derde wereldlanden, voormalige Oostbloklanden. Daar hoor je dit soort dingen. Maar ja, eigenlijk zijn wij dit niet gewend in deze mate. Dus het is eigenlijk wel heel vreemd. En Van Schendelen denkt ook dat dit hele grote gevolgen kan hebben, verklaarde hij zojuist. Uiteindelijk zou het kunnen betekenen dat er een soort herverkiezing komt, opnieuw verkiezingen. In extremo, in uiterste instantie, als politie, justitie op een gegeven moment constateert dat hier een ernstige onregelmatigheid is gebeurd, dan zal ook de kiesraad zich ermee kunnen gaan bemoeien, want die gaat in laatste instantie wettelijk over wat dan. En dan kan er worden besloten dat een herverkiezing komt in een bepaald district. Nou, de grote vraag is, wanneer horen we wat er gaat gebeuren? Ja, morgen al, hè. Morgen dan is er een belangrijke bijeenkomst op het stadhuis. Dan wordt één duidelijk wie echt de grootste is geworden. Want het gaat om honderden stemmen op dit moment. Tiende van procenten is de PvdA op dit moment het grootste. Maar ja, er moet nog, dat was een sneltelling, er moet nog hergeteld worden. Nou ja, en dan gaan we kijken wat er voor onregelmatigheden hebben plaatsgevonden in die stembureaus. En wat dat voor gevolgen heeft. En daar hebben wij een extra uitzending over morgen. Rond 12 uur gaan we live van het stadhuis, gaan we de stemmers van gisteren melden hoe het uiteindelijk afloopt. Oké, dankjewel. Ron van der Ree. In Dordrecht is een hertelling niet nodig. Daar is de uitslag overduidelijk. Beter voor Dordt schoot gisteren van 6 naar 15 zetels en werd met een straatlengtevoorsprong de grootste partij. In plaats van oppositie voeren zal er de komende 4 jaar dus bestuurd moeten worden. Morgen gaat fractievoorzitter Piet Sleking met de andere fractievoorzitters verkennende gesprekken voeren om te kijken welke coalitie mogelijk is. Andere fractieleden van Beter voor Dordt bereiden zich voor inmiddels op hun nieuwe rol. Jacqueline van Dongen is de nummer 3 op de lijst van Beter voor Dordt. Het eerste bosje bloemen is binnen, evenals een stroom felicitatie-e-mails. En het besef over wat de lokale partij heeft gepresteerd. Ja, het was voor iedereen overdonderend. Het was echt een slagveld gisteren. Geen enkele partij heeft namelijk gewonnen, behalve Beter voor Dordt. Een van de speerpunten van Beter voor Dordt was het voorkomen van bebouwing in de Zuidpolder. Maar volgens Van Dongen heeft de partij echt wel meer standpunten. Wij zetten enorm in op leefbaarheid. Wij zetten ook enorm in op betrokkenheid van de burgers. En dat is ook de kracht achter ons verkiezingsprogramma. Dat is echt tot stand gekomen door de stad te lopen en naar burgers te luisteren. De aanpak huisjesmelkers ben ik zelf de afgelopen 2 jaar al intensief mee bezig geweest. Staat zeker ook bij Beter voor Dordt op het programma. Het is natuurlijk ook een onderdeel leefbaarheid. Wij vinden het ook heel erg belangrijk om de economie in de stad te versterken. Wijkeconomie zijn toch punten die voor ons ook heel zwaar meewegen. Jacqueline van Dongen maakt een goede kans om wethouder te worden, al is ze daar zelf nog niet over uit. Vanavond vergadert de fractie van Beter voor Dordt en morgen begint de eerste informerende gespreksronde van fractieleider Piet Sleking, die na de overwinning van gisteravond vandaag zijn verjaardag vierde. En RTV Rijnmond's Dordtse verslaggever Thijs Blom heeft al wel een beetje een idee over welke kant het op zal gaan met de coalitie. Ik denk, omdat Beter voor Dordt niet links is en niet rechts is, dat het alle kanten op kan. Maar het meest waarschijnlijk acht ik een combinatie van Beter voor Dordt met de VVD en het CDA. Met name omdat het CDA een wethouder van financiën heeft, die ook door de oppositie wel erg gewaardeerd werd. En die dan voor de continuïteit door kan. En hoe het zit met de personen tussen de VVD en de BVD. Nou ja, goed, in de campagne knalde het een beetje, maar dat komt wel goed, denk ik. Tot zover Rotterdam en Dordrecht. Kijken we nog even naar andere opmerkelijke uitslagen van gisteravond. We beginnen in Lansingerland. De grootste partij was daar het CDA. Maar die positie is overgenomen door de lokale partij Leefbaar 3B. Die partij zag het aantal zetels meer dan verdubbelen, van 4 naar 9. Zelf denkt de partij dat dat komt omdat ze dicht bij de mensen staan en vanwege hun verzet tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis. In veel plaatsen kreeg de PvdA harde klappen. Zo is de partij in Vlaardingen gehalveerd. Ze waren daar veruit de grootste met 12 zetels, maar houden er dus 6 over. Net zoveel als de lijstverbinding van de lokale partijen VV 2000 en Leefbaar Vlaardingen. We wisten natuurlijk 12 zetels in de afgelopen periode
was een hoge uitkomst de vorige verkiezingen. Dus wij wisten uiteraard dat het terug zou gaan. Maar dat we zouden halveren, ik moet zeggen dat ik wel even erg moet slikken daarover. Als je verliest, heb je natuurlijk altijd de neiging om te zeggen, nou, dit zijn vooral de landelijke ontwikkelingen die daar bepalend voor zijn. Ik denk overigens wel dat dat voor een groot deel zo is. Dus daar heb je heel weinig invloed op. Maar daarnaast ja, moeten we eens heel goed gaan nadenken. Ook in Capelle aan de IJssel moest de PvdA fors inleveren. En dan voornamelijk aan Leefbaar Capelle. Die partij is nu de grootste met 9 zetels. De partij ziet de winst als beloning voor het feit dat ze een stabiele factor zijn gebleken in de Capelse politiek. Ook heeft geholpen dat Joost Eertmans en de Rotterdamse oud-wethouder Wim van Sluis lijstduwers waren. Opmerkelijk is ook dat in Capelle D66 weer terug is in de raad. Niet zo vreemd gezien de landelijke trend, maar in Capelle behaalt de partij in 1 keer 3 zetels. Een andere nieuwkomer in de Capelse raad is trots op Nederland. De partij van Rita Verdonk deed in onze regio in 4 plaatsen mee. In alle 4e plaatsen is Ton ook in de raad gekomen. In Capelle met 1 zetel en in Vlaardingen, Schiedam en Spijkenisse zelfs met 2 zetels. Een laatste opmerkelijke uitslag is die van Westvoorne. Daar wist de lokale partij Westvoorne vanuit het niets 5 zetels binnen te halen en is daarmee de grootste geworden. Ja, een boegbeeld van partij Westvoorne is Emma van Blom. En we zijn vandaag op zoek geweest naar haar geheim. En deze reportage ziet u morgen. Ook voor Ridderkerk was het een historische verkiezingsuitslag. Decennia lang hebben PvdA, CDA en VVD afgewisseld in het college gezeten. Nu dreigen ze in de oppositie terecht te komen. Leefbaar Ridderkerk en de SGP zijn nu de grootste partijen. Een politieke aardverschuiving. De huidige coalitiepartijen denken dat de monsterzegen van Leefbaar op maar 1 ding gebaseerd is. Hun kritiek op de komst van Tramplus. De verkiezingen in Ridderkerk gingen eigenlijk alleen maar over de tramverbinding van Rotterdam naar Ridderkerk. Een tram waarvan al na jaren gebakkelei besloten is dat die er moet komen. Leefbaar Ridderkerk en de SGP hebben gezegd dat er te veel nadelen aan zitten en willen het besluit nu terugdraaien. Dus was de tram voor veel stemmers eigenlijk het onderwerp bij de verkiezingen. U heeft zojuist uw stem uitgebracht. Mag ik vragen welke partij? SGP. Ja. Dus tegen? Ja, min of meer wel eigenlijk een beetje, ja. Ik werk zelf in het openbaar vervoer op de bus hier. Dus voor mij is het sowieso van invloed als die tram er komt, dat het banen en werk voor de bus zal schelen. Ik ben persoonlijk voor de tram en ik heb wel een partij gekozen die ook voor de tram is. Ja. Toen om 9 uur de stembussen dichtgingen en het tellen begon, stonden de partijen zoals de Partij van de Arbeid en het CDA gespannen op de uitslagen te wachten. Sinds 1 uur of 6 voel ik aan mijn maag wel dat de spanning toeneemt en dat het toch wel heel spannend nu wordt. Dus je maakt je zorgen? Ik maak me wel zorgen door het landelijk gebeuren van vorige week, door de kabinetscrisis, waar ik echt op gerekend had van dat gaan ze toch niet doen vlak voor de verkiezingen. Ze doen het toch, hè? En de komst van mogelijke tremmen. Ja. Leefbaar Ridderkerk was vol zelfvertrouwen. Wij zijn ooit begonnen met 7 zetels. En als je het hele land rondkijkt, is voor een lokale partij dat percentage het percentage. Dat zou best wel eens kunnen dat we daarop uitkomen. Al bij de eerste voorlopige uitslagen maakt Leefbaar Ridderkerk een flinke winst. Rond 1:15 is de uitslag zo goed als zeker. En de verwachte overwinning is dan ook werkelijkheid. Leefbaar Ridderkerk, 6879 stemmen, 34,2%, 10 zetels. Het regende een beetje op 7 zetels. Het zijn er 3 meer geworden. Dat is heel bijzonder. Voor het eerst ook een PvdA-oppositie, voor het eerst een CDA-oppositie in 60, 70 jaar Ridderkerk. Dat is dan nooit gebeurd. We hebben aangezwengeld wat het belang is van deze verkiezingen. Dat het niet gaat over de tram, maar juist gaat waar gaan we de rekening van de komende bezuinigingen neerleggen. Maar wanneer mensen alleen aan de tram willen denken, dan ik denk dat mensen zichzelf tekort doen. De komende weken gaat Leefbaar Ridderkerk kijken met wie ze een coalitie willen vormen. De SGP lijkt qua grootte logisch, maar het zijn wel 2 partijen met verschillende standpunten over zaken. Leefbaar Ridderkerk ziet voorlopig geen problemen, maar juist overeenkomsten. Inwoners van Rozenburg mochten gisteren voor het eerst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2 stemmen uitbrengen. Want vanaf 18 maart is Rozenburg namelijk officieel een deelgemeente van Rotterdam. Dus mocht er gestemd worden voor de Rotterdamse gemeenteraad en voor de deelgemeente. En daar gingen de lokale Rozenburgse partijen er met de overwinning vandoor. Hoe was dat, dat u mocht stemmen voor de grote stad, om het zo maar te zeggen? Ik had het liever niet gedaan eigenlijk. Ik had liever gewoon Rozenburg zelfstandig gehouden.
Maar ja, niks aan te doen, hè. Ja, ik had Rozenburg liever zelfstandig gehad, hoor. Dus, De reacties vlak voor het sluiten van de stembureaus verraden al iets van de verkiezingsuitslag in Rozenburg. Het samengaan met Rotterdam is een feit. Maar inwoners van Rozenburg lijken zich niet bij die beslissing te kunnen neerleggen. Gevolg? Lokale partijen krijgen een ruime meerderheid van de stemmen. 13 zetels zijn er te verdelen in de nieuwe deelgemeente. Gemeente Belangen Rozenburg, 4 jaar geleden veruit de grootste, leidt een klein verlies, maar blijft de grootste met 4 zetels. Ook de PvdA levert de zetel in. Maar de belangrijkste winnaar van de avond is de Inwonerspartij Rozenburg van oud-burgemeester Ria de Sutter. Zij behaalt uit het niets 4 zetels. We moeten gewoon gaan voor het belang van Rozenburg, voor de gewone lokale dingen. En niet voor allerlei grote internationale dingen. Ik ben hartstikke dankbaar en gelukkig. Ria de Sutter was bijna 10 jaar burgemeester van Rozenburg. En haar terugkeer met een eigen partij is opmerkelijk. Het is wel wat merkwaardig natuurlijk. Een oud-burgemeester die dan een partij opricht. Daar is ook met gemengde gevoelens op gereageerd in het dorp. Maar ja, de kiezer heeft gewoon gelijk. Dus daar zullen we dan ook op die manier mee omgaan. De 2 lokale partijen moeten nu uitvechten wie de nieuwe coalitie gaat vormen. De PvdA, de 3e partij van Rozenburg, denkt een belangrijke rol te kunnen gaan spelen bij de onderhandelingen. Ik denk niet dat ze samen gaan. Ik denk dat het de keuze wordt tussen de een of de ander. Waarbij wij als grootste 3e, want dat zijn we nu, daar toch wel een partij in kunnen zijn en mee gaan spelen. En bij een deelgemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe deelgemeentevoorzitter. Het zou wel leuk zijn, misschien een nieuwe termijn als soort burgemeester, maar dan in net iets andere rol. Kijk, ik zeg nergens ja op en ik zeg nergens nee op. We wachten gewoon eerst de onderhandelingen af. Want de praktijk heeft geleerd, als je te happig bent op bepaalde dingen, dan krijg je het niet. Dus rustig stadion. Tot slot kijken we nog 1 keer terug naar gisteravond. Het werd een gedenkwaardige avond, vooral omdat het een nek-aan-nek race werd tussen Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam. Met een gelijkspel als uitslag. Ik snap niet dat zoveel mensen op de Partij van de Arbeid stemmen. Hoe denkt u dat Marco Pastors zich voelt nu? Nou, ik weet niet hoe hij zich voelt. Volgens mij voelde zich de afgelopen 6 maanden al knap chagrijnig. Ja, dat is natuurlijk gelul. Het enige wat Rotterdam echt heeft als hoop voor de toekomst, dat zijn wij. Wij als Leefbaar zijn bereid om met de Partij van de Arbeid een college te vormen. Ik heb verder geen hekel aan Marco Pastors, maar onze inhoudelijke verschillen over hoe die toekomst van die stad eruit ziet, ja, die zijn wel heel erg groot. Wij willen praten met de Partij van de Arbeid, omdat we denken dat het heel belangrijk is dat Leefbaar Rotterdam in het stadsbestuur komt. Partij van de Arbeid, daar zit het probleem. Als je met elkaar in een stadsbestuur wilt werken, dan moeten er wel op een aantal kernthema's overeenstemming zijn. En daarvan hebben wij gewoon geconstateerd, en dat is ook tijdens het debat is het zichtbaar geworden, dat die verschillen gewoon wel zo groot zijn dat het niet bestandig is om met elkaar in de coalitie te stappen. Er zijn ook coalities met 3 andere partijen mogelijk. En dat telt ook op tot meer dan 23. Dat kan ook interessant zijn. De kiezer heeft altijd gelijk. En tot besluit het weer. In het weekend klaart het op. Hier is Ed Aldus. Ja, de energienota die zal dit jaar behoorlijk hoog uitpakken. Want nog altijd namelijk staat de kachel waarschijnlijk op de verwarming bij u op 19 of op 20. Want het is nog steeds koud. Het vriest nog steeds in de nacht en ochtend. En u ziet het hier zo, hè, toch een heel leuk plaatje. In vrijwel elke woning wordt volop nog gestookt. Kortom, die energierekening die groeit eigenlijk met de dag. Nou, maakt u ook mooie foto's van het weer of de natuur? Schroom niet, beste kijkers, maar stuur het in naar het welbekende e-mailadres. Nou, het weerbeeld vandaag was prachtig. Zon overgoten, er kwamen wat stapelwolkjes voor. En het was koud hoor, want het was weliswaar 1 graad of 6. Maar die matige tot vrij krachtige noordoostenwind, die voelde toch een stuk kouder aan. Nou, vanavond en vannacht is het eerst helder. De temperatuur gaat gauw naar beneden. Het komt uit op zo'n min 1, min 2 graden landinwaarts. Het gaat dus opnieuw licht vriezen. In de loop van de nacht van het noordwesten uit een toename van de bewolking.
en dan wordt de vorst wat getemperd. De wind draait naar het noordwesten. En dan morgen overdag de vrijdag totaal ander weer dan vandaag. Het is namelijk bewolkt en die bewolking wordt dikker en dikker. En vooral in de middag en avond gaat het regenen. Waterkoud, een graad of 5 bij een matig tot vrij krachtige westenwind. Nou, zaterdag trekt dat hele zaakje naar het zuiden weg. Klaart het op vanuit het noordoosten. Slechts 4 graden bij een schrale noordoostenwind. En zondag overdag schitterend weer. Veel zon, maar koud. Want in de nacht van zaterdag op zondag vriest het matig. Temperaturen rond min 5 graden op veel plaatsen. En overdag ja, nog steeds die schrale noordoostenwind. Windkracht 3. Dus alles bij elkaar doet het weerbeeld eerder denken aan de winter dan aan de lente. En dit was Rijnmond Nieuws van donderdag 4 maart. Straks een nieuw programma bij TV Rijnmond van 0 tot 23. Een programma over opvoeden en opvoeding. En vergeet niet, morgenmiddag om 12 uur een extra nieuwsuitzending van de Rijnmond Nieuws over de definitieve verkiezingsuitslag in Rotterdam en wat gaat er gebeuren met die geconstateerde onregelmatigheden op de stembureaus. Wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.